take also have for you. Here you are. Okay. Can you use it? You can cook. Okay. Bye. Verschillende vrijwilligers uit Gent trokken afgelopen zaterdag met hulpgoederen naar het vluchtelingenkamp in Duinkerke. De vluchtelingen verblijven op dit terrein in de hoop naar Engeland te kunnen gaan. Door het natte winterweer leven ze hier in erbarmelijke omstandigheden. Toen wij hier de eerste keer kwamen, waren hier een 500-tal mensen. Er was hier niks, geen haarkeuken. Ze zaten hier gewoon in tentjes. Ondertussen spreken we van meer dan 3000 mensen die hier verblijven. En je ziet het ook van de omstandigheden zijn hier gewoon verschrikkelijk. It's all dirty and too much cold and rainy. It's many, many people here. Belgium people is very good. You know, bring some stuff and food and gas, everything, you know, you bring it for people. It's very good people from Belgium, you know. De Gentse VZW Victoria Deluxe startte eind augustus met de inzamelactie Ik ga naar Calais en neem mee. Verschillende organisaties en vrijwilligers schaarden zich achter die actie. In een mum van tijd bouwde zich een heel netwerk op. Nu hebben we heel veel steun van de Turkse gemeenschap. De mensen van Artevelde Hogeschool, de scholen, de Gentse stadsscholen, het Rappenhuis, de Muze. Ik weet dat de boerderij de Wassende Maan nu echt ook wel fruit en groenten wilt geven. En daarnaast VZW Helping Hands. Dat is een Gentse VZW die gespecialiseerd is in noodhulp. This is for the kitchen, sorry. Ja, yeah, we go to the kitchen to bring this. You can take it there. Katrien en Melissa proberen de ingezamelde goederen zoveel mogelijk naar de centrale keuken te brengen. Daar worden ze eerlijk verdeeld. Als wij vooraan aan het kamp onze auto open doen, zijn het altijd dezelfde mensen die op grief afkomen, wat normaal is. Maar wij hebben ook gezien dat dat niet altijd goed gebruikt wordt. Dus dat sommige mensen dat dan verder gaan verkopen. En we zien eigenlijk dat mensen die aan de rand van het kamp zitten, dat zij eigenlijk de zwakste zijn. En zij geraken niet tot aan de verdelingsposten. Vandaar dat het zeer goed is dat er nu een centrale keuken is, waar wij al ons grief naartoe brengen. Hans de dag door koken hier vrijwilligers en kunnen mensen ook gratis een maaltijd krijgen. Katrien wijst erop dat ook tijdens de week alle hulp meer dan welkom is. In het weekend krioelt het hier van de vrijwilligers. Tijdens de week is het hier een pak rustiger. Mensen, hun honger stopt niet omdat het woensdag of donderdag is. Dus wij komen altijd in de week eigenlijk. We proberen dat met ons werk zo goed mogelijk te regelen, zodanig dat we in de week naar hier kunnen komen, zodanig dat er een stuk continuïteit zit in die hulpverlening.